Hallo Ali, op je beeldscherm hier, punch-out, achtste finale. Mijn schouder is uit de kom. Ding is, Demo's knie is net overleden, dus we doen het eventjes zo. Mitch, hoe ging het? Ja, fucking goed. Ja. Nice. Vito, je bent boos? Ik ging gewoon slecht, zelf gepest op een ronde, geef gewoon toe. Maar hij staat de hele tijd daar van de achterdom met battles heen te praten. Op een gegeven moment vergeet ik mijn tekst, dan kom ik gelijk. Zelf baat ik de laatste 16 hier, freaking wel. Maar je was niet zo goed als normaal, zeg maar. Zeg, geef ik hem toe. Ik ga door mijn battle in de tweede ronde en hij slaat het kwijt, maar flik. Was je derde ronde freestyle? Half. Ja, ik weet niet, ging het al mis. Staat hij zo doorheen te praten, 3-0, 3-0. Als iemand gewoon aan het spit is, laat hem gewoon maar terug. Zelf heb ik het verpest, klaar. Maar gewoon een beetje respect, hoor. Ja. Alright. Hey, Mitch. Je hebt net een goede prestatie gehad. Wat vond je van Vito? Ja, niet zo sterk als anders. Terwijl jij zelf constant aan het groeien bent, van het begin tot eind, bij audities was je eigenlijk gewoon een awkward lul. En nu ben je keihard. Hoe komt die groei? Jongen, bij de audities had ik niet eens gedacht dat ik ooit door zou gaan. Maar ik wil mezelf in alles verbeteren, dus we gaan er gewoon voor. Wie gaat er naar de kwartfinale? Ik? Vito, wat denk jij? Kwartfinale? Eerste ronde heb ik gepakt, tweede ronde ging gelijk, ja, dat was terecht. Jury mag beslissen. En dan volgende ronde, Noozy of eerste keus, wie zou je willen? Ik kijk deze battle wel. Noozy of eerste keus? Alle twee zijn ze dope. Noozy heb ik al gekild, dus dan Noozy. Alright, is goed man, punch out op je beeldscherm. Respect voor de boys, yes.